Hey YouTube, zoals jullie in de vorige video hebben kunnen zien, kreeg ik van Rick 24 hele moeilijke opdrachten in 24 uur tijd. Hij heeft me behoorlijk hard aan het werk gezet, ik heb flink zitten zweten, dus ik dacht, ik ga vandaag iets bedenken waarbij ik het hem heel moeilijk ga maken. Dus je mag hier komen zitten, want je bent uitgenodigd voor de video voor vandaag. Yay! Ik had al zo'n vermoeden toen ik een microfoontje opkreeg. Heb je er zin in? Ik weet niet wat we gaan doen, dus ja? We gaan weer doen wat jij heel goed kan. Oh, programmeren. Yes. Schilderen. Nee, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ik had namelijk bedacht dat het wel leuk was om met z'n tweeën te werken op één schilderij. Oh, nou dat gaat echt een succes worden, dat weet ik nu al. We nemen zo meteen een heel groot schilderij. En dan gaan we Hebben gewoon... we dat wel? Ja. Ik heb er vorige keer een heleboel gekocht. Okay. Moet je deze video maar even kijken. Het is toch niet heel groot, het is toch gewoon standaard canvas formaat. True. Heel groot, daar verwacht ik ook echt in ieder geval dubbel zo groot als dat die, dan dat het waar... Dan dat er... Echt mega groot! Wat doe ik nou weer verkeerd? Het is zo chaos altijd als jij erbij komt. Lijkt alsof we dit de video is gejoined. Ook misschien chaos. Is het gewoon jouw combinatie met iemand anders. Misschien ben ik niet het probleem. Misschien ben jij het probleem. Ja, je bent de enige constante factor in deze situaties. Okay, misschien ligt het aan mij hoor. Maar ik ben toch nooit chaos? In je eentje misschien. Nou ja, trouwens, wat zeg ik? Heb je stream wel eens teruggekeken? Goed. Ik dat ook weer zo laten. Dus! Het wordt een lange intro dit. Ja, we gaan schilderen. Yay! Yay! Ik heb er nu al meer zin in. Oh, ik hoorde namelijk dat het echt een heel groot canvas is. Kom mee. Wat een mega canvas is dit. Ja, daar gaan we samen op schilderen. Maar ik heb wel speciaal voor vandaag nieuwe schone paletten. Dat is wel fijn, hè? Dit is wel heel fijn, want het is echt behoorlijk warm. Heet! Oké. Wil jij een zwart? Ja, graag. En wil je een zwart of een spijker? Ik wist niet dat ik een keuze had. Doe maar gewoon iets. Oh, Sabi. Oh, begint nu alweer. Alles kapot alles maken. Alles omgooien. Eel. Ik sta op vies beest. Dat. Je weet niet, maar ik stond er met mijn blote voeten. Je rijdt er nu overheen. Nee, het is een dode bij. Je rijdt er overheen met je wiel. Nee, het ligt kijk niet. Dan. Ik zit net niet eroverheen. Dode bijen, katten, maar alles gaat hier alweer fout. Oh man, ik heb het zo heet. Hey, ik heb je alleen dit nog niet verteld. Oh. We krijgen maximaal 1 uur de tijd voor dit schilderij. Dus je kan niet eeuwen zitten prutsen op... Sorry, wat? Ik bedoel, heel mooi schilderen op 1 stukje. Nou, mooi is dat. Wil jij nog een bepaald kleurtje verf? Of ja. Wat? Laat maar raden. Neon roze? Nee. Ja? Nee, jon. Nee. Roze. Echt? Ja, en paars. Maar dat vind ik dan wel leuk. Oké, dus we gaan voor deze kleuren. Weet ik niet, ik wel. Ja, maar ik ga wel een beetje ermee matchen, anders is het een raar schilderij. Zeg maar ho. Ho, veel te veel joh. Nou, jij staat geen ho! Oké, neonroze. Dan begin ik hier even mee. Nou, ik wilde gaan voor roze en paars. Maar niet. Dan, nou, ik zweer, ja, de. Kijk, mijn hele studio is roze met paars. Oh, dat is waar, maar ik had niet neonroze bedacht. Zal ik gewoon dezelfde kleurtjes nemen als jij? Misschien kan. Is dat wel vet. Ik ga dat gewoon doen. Want ik wilde eigenlijk hier onderin iets gaan maken. En daarvoor had ik licht, een beetje zacht roze nodig. En lila wilde ik doen. Maar... Oké. Okay. Weet je, ik doe wel neon roze en lila. Dan hebben we toch net even een beetje een andere vibe. Wat ga jij maken? Ja, iets heel tofs. Nou, vertel. Nee. Waarom mag ik het niet weten? Waarom moet je het weten? Nou, omdat ik op hetzelfde schilderij aan de slag ga misschien. Ja, maar dat is toch juist het leuke, dat je het niet weet. Ja. Misschien geeft dat juist wel een vet leuk effect. Ja, maar je gaat toch wel niet van lichter op paars doen. Dat zag ik net. Ik dacht dat je zei dat je dezelfde kleuren ging doen. Ik zei, misschien is dat wel leuk. Kijk maar voor deze video's. Oh, sorry. Ik kijk nooit creative video's. Waarom niet? Oh, dit is wel een beetje een rare kleurencombinatie. Nee, maar even serieus. Heb je echt al wat bedacht? Want ik heb echt nog niks bedacht. Ik heb nu echt iets, ik heb echt iets bedacht, ja. Oké. Maar we gaan het elkaar niet vertellen. Nee. Oké. Moet dat? Nee, oké, we gaan beginnen. Oh, ik sta weer op die bij. Ja, haal hem dan weg. Leer dan van je fouten. Nee. Haal hem nu weg. Nee, maar ik weet niet hoe. Nou, sweep hem maar de kant met die handdoek als je het zo eng vindt. Maar los het op. Oké, hij is weg. Hij is weg. Oké, tijd gaat nu in. We hebben vanaf nu 1 uur. Oké. Oh, ik ben echt heel benieuwd wat je gaat maken.
ik ben vooral benieuwd of ik het in mijn hoofd mooier heb bedacht dan dat het is. Wel, toevallig trouwens dat jij aan de bovenkant begint en ik aan de onderkant. Maar ik hoorde jou iets zeggen over ik ga hier aan de onderkant wat maken. Oh, zei ik dat? Nou, dan ga ik wel aan de bovenkant wat doen. Zei ik dat? Ja. Oh. Waarom blijft er zo weinig zitten, zeg maar, op... Ja, hoe doe je dat? Geen idee. Misschien pak deze is neonverf moeilijker dekbaar. Kijk trouwens. Ik ga voor dezelfde kleuren als jij. De kleuren die ik nu pak is deze met die lila. Toch gewoon niet die kleuren die jij hebt gekozen, zeg maar. Zie je al wat ik ga maken? Paddenstoel. Oké, maar dat matcht wel leuk met wat ik wil maken. Echt? Nou, niet helemaal, maar we kunnen daar wel wat mee maken. Maar wat wordt dit? Je blijft van mijn spul af. Ik doe weg. Ik was het even aan het uitsmeren voor je. Mag ik hier? Nee. Echt niet? Doen? Nee. Ja, schilderen. Nee. Jawel, ik wil hier namelijk iets maken. Nee. Nee, maar even, wat ga je maken? Niks. Worden het van die Japanse letters? Nee, natuurlijk niet. Japanse letters? Ik ga zo meteen even die paars proberen. Misschien dan laat ik het een beetje hopelijk in elkaar overlopen. Oké, ik ga ook je neonroze proberen. Voor de eerste keer in mijn leven dat ik ga schilderen met neonverf. Nog nooit gedaan. Kom ik er dichtbij? Nee, nee. Wat wordt dat? Je moet een beetje vertrouwen hebben. Ja, ik heb vertrouwen. Ik probeer alleen te ontcijferen wat het is. Wat je aan het maken bent. Ik vind het wel leuk trouwens, dat neonroze. Ja, ik vind het ook wel een mooi kleurtje. Ja. Maar wat is het? Ik zie er echt helemaal niks in. Is het nu af? Of want anders dan zit ik je vet hard te beledigen. Ik zit op de helft. Rustig aan. Okay. Maar het is normaal dat ik er nog niks in zie, zeg maar. Ja, het is normaal dat je... Oké, gelukkig nee. Voordat ik lullige dingen zit te zeggen hier. Dit is perfect wat je hier hebt gemaakt. Nee, niet op mijn paddenstoel, hè? Nee. Liefje. Trust me. Oh. Is het een bekertje zo dat verf gooit? Een chemisch drankje. Oh. Maar ik moet dus eventjes de omlijning doen, zo. Oh. En dan zo'n randje zo eromheen. Dat is het idee. Ja. Maar ik hoop dat gaat lukken. Nee. Ik zie dat erin. Wacht. Ik heb een leuk idee. Dat chemisch drankje gaat dan ook een beetje zo... Bloep. Maar nu, dit was mijn enige idee. Ik dacht, hier ben ik vast een uur mee bezig. Je bent nu 10 minuten bezig. Oh. Ik weet niks. Oké. Maak anders hier iets van een bloem die ook zo... Ik bemoei je niet met mijn schilderwerk. Nou, ik ga dan de maan maken. Ik weet even niet wat ik moet doen. Dat is zo'n stankgolf. Dat was het nog niet, maar... Ik was gewoon vooral benieuwd wat voor kleur dit was. Nou, ik zat dus te denken, wat nou als we hier ook nog zo'n klein tuutje maken van het chemisch slash waar zo... allemaal heftige... Dat dit eruit spuit. Ja? Dat groene, dan trek je hem nog even door zo hier naar zo'n flesje-tuutje toe. Dan maak ik het flesje en dat flesje wordt donkerpaars. Heb je dat ook wel eens, dat het in je hoofd er mooier uitziet dan dat het uiteindelijk uit je hand komt? Altijd. Omdat je hand dit doet? Ja, altijd. Wat voor kleur gaan we de achtergrond eigenlijk doen? Neongeel. Neongeel? Zwart. Oh, is niet eens. En dan al heel veel sterren erin. Ja. Is niet eens een slecht idee. Gaat dit goed? Oh nee! Ik reed ook overal tegenaan. Echt, waarom wordt het toch altijd van die kindertroep als ik meedoe? Nee, wacht maar. Nee, het wordt geen kindertroep. Geloof me, dat komt helemaal goed. Ik ga nog even één paddenstoel aan de onderkant erbij maken. Maar dat wordt een hele rare. Hoe kunnen we die heel raar laten maken? Nou, dan moet ik hem schilderen. Oh, nou hier. Maak jij deze paddenstoel af. Kijk, die groeit uit de gewone paddenstoel door dat magische drankje van jou. Ja, dat is die neon. Die neongeel. Die ruikt echt naar vis. Oh, die ruikt echt heel vies. Ja, dat zei ik vorige keer toch? Oh, ja, die gele... En weet je waar het naar ruikt, die gele verf? Heb je vroeger wel eens van die spuitbussen in je haar gedaan met zo'n kleurtje? Elke dag. Nee, deed dat nou? Ja, ik ging altijd heel vaak verkleed als de Spice Girls. Nee, als de Spice Girls. En dan wilde ik altijd Jerry zijn en die had rood haar. Dus dan gingen we altijd, als we gingen optreden, ging ik altijd op school zo'n rode spuitbus om over mijn haar spuiten. Werd het echt oranje, keihard, touwig, stroig van. Maar was het wel rood, zeg maar. Dat rook precies zo. Oké. Niet lekker. Ja, en dan zat er dus neonverf in blijkbaar. Waarschijnlijk om het rood wat lichter te maken. Ja, maar wat is dat voor lucht? Ja, vieze verf, weet ik. Ik weet het niet. Oh, maar waarom ook alleen maar die gele? Een soort van bleek of zo misschien. Wat is het plan? Ja, ik heb hem ook nodig. En ik krijg de stank zeker. Ja, ik ken dit. Ik doe hem even bij jou. Nee, maar die geel die smeert wel een stuk beter hoor. Kijk maar. Die dekt wel wat
Het is echt niet goed. Het is echt heel smerig. Oh, dit ziet er echt uit als van die markeerdingen. Ik ben nog niet zo heel erg fan van neon, denk ik. Die neonroze vind ik wel oké. Het is toch blijkbaar een magisch nachtbosje ruimte iets? Ja. Met paddenstoelen en planeten. Ja, doe maar. Ga er maar langs. Kan jij zien of het daar aan de zijkant goed gedekt is? Nou, het mag nog wel iets meer. Maar... kan jij dat dan doen? Want ik kan het niet zien. Oeh, dat maakt het echt heel naar. Nee, het is echt gewoon zo'n chemische explosie die zo uit dat chemische flesje komt. Oh nee. Heb ik het verpest? Nou ja, dit moet weg. Weg, ik heb het opgelet. Dit moet weg. Dat wordt een planeet. Nee, dat moet hij maar niet. Oké, nou dan komt hij voor je planeet. Oké. Okay. Ja, maar dat is het sapje. Ja, dit is het alleen flesje, het sapje. Komt er het flesje nog komt nog met een randje eromheen, dat je ook een randje. Ja, maar dat wit kan hebt. Toch? Ja, maar... it is... Oh, je flesje wordt zo... Oh, ik vond het al zo'n rare vorm flesje. Het was alleen maar het sapje. Ja. Ik zei al de hele tijd dat ik het nog moest omlijnen. Maar maakt niet uit. Het kan precies. Nee, het kan niet. Wel, kijk maar zo. Nee. Laat maar, het komt wel goed. Dan ga ik ga er nog even oranje aan toevoegen. Dat komt ook nog uit dat flesje, oké? Okay? Oeh, nee! Dat zit er meteen op mijn broek. Nee. Wacht, ik ga het meteen eruit spoelen. Jij niet hebt, deze broek. Jij deze hebt mooie geen broek. Cleaner schort nodig, maar gewoon een heel pak. Inclusief voeten eraan, alles. Terwijl Rick zijn voeten aan het wassen is, ga ik verder met de oranje golf. Ik vind dat er ook nog wat oranje uit moet komen. Doe jij nou? Er komt ook nog oranje uit. Ja, maar doe het er dat doorheen, ja, dat komt niet ook. Erover, niet erboven nog. Jawel. En heb je ook mijn kwast? Ja. Is je voet weer schoon? Ja. En je broek? Mijn broek ook volgens mij. Eel, dit wordt niet zo heel mooi. Ik ben heel even weg. Je verpest meteen het hele schilderij. Oh, het is echt heel naar. Het is echt lelijk. Nou, laat mij maar oplossen. Je fix het alsjeblieft. Ik heb het echt verpest. Ik dacht het is wel leuk als het een beetje zoals een soort van rainbow eruit spat, zeg maar. Maar... ik ben niet goed hierin, blijkbaar. Ik heb het helemaal verpest, hè? Nou, helemaal verpest zou ik niet willen zeggen, maar... is ook niet heel... het wordt ook zo'n lelijke bruine kleur altijd, dat oranje door dat... en het zit ook zo aan de bovenkant. Waarom doe je dat nou? Doe dat als nog groen boven. Ja, kan toch niet meer? Ik dacht dat is leuk. Ik raakte even overmoedigd. Je moet ook gewoon daar niet aankomen. Nou, het is echt... zometeen. Ik vond het wel leuk, hoe net oranje. Nee, het is niet leuk, het is lelijk. Oh, weet je wat we anders kunnen doen? Als je er nu gewoon niet meer aankomt, dan kunnen we toch de zwarte achtergrond eroverheen schilderen. Je wilde geen zwart. Nee, maar dan moet het. Dan hebben we geen keus. Oh, het is echt verschrikkelijk. Ja, het is niet zo mooi. Soms moet je dingen proberen. Misschien was het wel heel leuk geworden. Dat is waar. We hebben nog een half uur. We zijn nu precies een half uur bezig met dit. Oh, het is nu wel heel magisch, wat drankje dat eruit komt. Als iemand hier naar kijkt, jongen, komen ze voor het eerst op dit kanaal. Ja, kijk, dit is Crayon Chick, man. Oh, wow. Kinderschilderij te maken. Het komt goed. Zometeen met de paarse omleiding komt alles helemaal... met de paarse omleiding. Oh, nee. Met de zwarte omleiding komt alles helemaal goed. Het stinkt hier ook zo, maar niet gele ja, verf. Niet, het is echt heel echt erg. Echt heel erg. Het ruikt echt naar vieze vissenkots. Eeuw. Niet mijn sapje. Ja, dat heeft toch glans. Hier moeten we van die belletjes in. Doe ik het weer niet goed? Ben je weer niet tevreden? Nee, niet zoveel. Nou, doe het zelf. Ja, doe ik. Weet je er al over uit wat we kleur achtergrond gaan doen? Nee, echt niet. Ik ga dit stuk verdedigen, want anders gaat het helemaal mis. Ja, doe dat anders alvast. Dan schilder ik er wel omheen en dan doen we daarna de omleiding er nog een keertje overheen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik denk toch dat we gaan de achtergrond gewoon lichtroze maken of lila. Jij mag kiezen. Lichtroze of lichtlila? Ja, ik denk dat het niet uitmaakt welke kleur je kiest. Laat maar, doe maar wat. Ja, die kan wel. We gaan toch gewoon voor lichtroze. Dit zie je was, dat het roze wel leuk... Ja, ik snap het ook nu inderdaad, ja. Maar hoe gaan we dat nu hier doen dan? Ja, want het is toch een doorzichtig flesje? Ja, dus eigenlijk zou had ik het dus... gewoon roze moeten doen eerst. Je had dit nog helemaal niet over doen. Ja, maar ik vind het juist wel zo leuk dat het zo'n witachtig randje heeft.
Nou, ik schilder er dan wel gewoon omheen. Moet jij maar bedenken of je het nog wel inschildert of niet. Ja, dat roze, dat voegt echt alles samen. En dan zometeen dat zwart en dan wordt het gewoon echt vet tof. Dat je het zo, zeg maar, buiten op zo'n graffiti muur kan vinden, weet je wel? Oké, if you say so. Hij is droog. Dus we hebben nu nog een laatste kwartier. Dan zit het uur erop. Zullen we die dus gaan besteden voor de Posca's? Ik hoop dat hij goed genoeg droog is. Best lastig zo rechtop. Wel hè? Ik doe trouwens dat spulletje dat eruit komt, dat omlijn ik niet hoor. Die groene, oranje, prachtige wolk. Nee, zou ik want die is nog niet droog. Oh nee. Het is zo moeilijk. Oh nee. Het is helemaal misgegaan. Oké, wacht. I can fix this. Kijk, hierin zitten ook nog bubbeltjes van de explosie. Kijk, er komt daar zo... Komt het uit het flesje. Is het klaar? Ja, klaar. En... Klaar. Wacht. Oh, ja, het is goed. Vastgeplakt aan de... Tada! Ik vind hem eigenlijk niet eens zo lelijk geworden. Nee. Het is wel een stijltje. Het is een apart stijltje, ja, maar het komt vooral door de kleurkeuze, denk ik. Nee, maar ik vind het echt niet eens lelijk. Ja. Ja, ik vind je magisch sapje ook erg goed gelukt. Ja, dat was echt een briljant idee, maar daarna moest ik wel echt denken van, oh, wat ging ik eigenlijk verder nog doen? En toch, hè, dat oranje is best leuk. Nee, het is echt lelijk. Nou, dus dit ziet eruit als je Rick en mij samen laat schilderen. Dan krijg je dit. Dit gaat rommen in ons brein. Goed gedaan. Ik ook. Nice. Ik vind dat jij hebt gewonnen, dus jij mag opruimen. Nee! Nou, dan was dit deze video. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Denk trouwens dat jullie deze video ook wel heel erg leuk vinden om te kijken. En als je hier klikt, dan kan je abonneren op dit kanaal. Oké, dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Doei! Tadaa! Oh my god. Dit is een 9,5. Een 9,5? Echt waar? Ja. Nou, ik moet altijd met jou samen gaan schilderen. Ik ga nooit meer. Deze kwartier is